Lasersdata. Het is een begrip dat je in de toekomst waarschijnlijk wel vaker zult gaan horen. Want wist je dat het al gebruikt wordt op de redacties en dat het steeds belangrijker wordt in de journalistiek? Grote kans dat je er zelf ook mee gaat werken op je stage of in je werk. Maar ja, wat is dat dan, lasersdata, en wat heb jij eraan? Dat gaan we proberen zo goed mogelijk uit te leggen in deze serie. Met lasersdata wordt kortweg bedoeld dat gegevens van jou verzameld worden als lezer. Dit kan zijn wat je leest, hoe lang je erover doet om het te lezen en hoeveel social mentions het bericht krijgt dat je aan het lezen bent. Het legt dus eigenlijk jouw leesgedrag vast. Dit ken je bijvoorbeeld. Je klikt op een artikel dat je interessant lijkt en je gaat lezen. Zoals deze. Na het gelezen te hebben, klik je verder of je ziet iets anders waar je meer van wil weten en je vindt dat artikel interessant genoeg om weer te delen op je eigen social kanalen, zoals je familiechat. En in de tussentijd dat ik dit uitleg, weet de data dat je dit artikel gelezen hebt, hoe lang je erover deed en dat je dit bericht gedeeld hebt. Simpel toch? Zou je denken? Bij ons ook eens aangeschoven is Jesse de Koker. Jesse, welkom. Fijn dat je even tijd vrijmaakt. Je bent docent innovatieve journalistiek en weet veel meer over lasersdata. Als ik aan lasersdata denk, dan denk ik aan cijfers, grafieken. Maar goed, wat is het nou eigenlijk precies? Kun je dat uitleggen? Ja, eigenlijk, we hebben het natuurlijk nu over innovatieve elementen als dashboards. Maar cijfersdata is eigenlijk helemaal niet zo heel nieuw. Als je kijkt naar studies uit de printtijd van de journalistiek, daar wijst uit dat doelgroepen en ook percepties van wensen van doelgroepen altijd relevant waren voor journalistieke nieuwsredacties. Hoe lang is dit al in ontwikkeling? Wat is een beetje de geschiedenis nou hiervan? Ja, je ziet met 2005 was er echt een hele grote klapper, het begin van Google Analytics. Dat was eigenlijk bedoeld als een systeem voor kleine zaken. Vooral op professioneel gebied, niet echt per se voor journalistieke media. Maar omdat het gratis was, zijn journalistieke media daar best wel snel op ingesprongen. Omdat zij natuurlijk ook benieuwd waren hoe hun berichten online bekeken werden. En daarna zijn er steeds meer bedrijven opgekomen. Google Analytics kan je dus zien als de grondlegger van lasersdata. Google begon ermee in 2005, waar het systeem, zoals de naam al weggeeft, analyses maakte van de gebruikers en het gedrag. En in de jaren erna zijn er steeds meer bedrijven bijgekomen die, net als Google Analytics, data verzamelen en gebruiken. Naast dat we met Jess gesproken hebben, spreken we ook met Jeroen. Jeroen, welkom. Jij bent docent online media, innovatieve journalistiek ook. Ook jij weet over lasersdata een hoop meer te vertellen, maar wat ik begrepen heb is dat je ook met het onderzoek vooral gesproken hebt met hoe het nu werkt op redacties en met lasersdata, hoe ze dat gebruiken. Kun je daar misschien wat meer over vertellen? Alle redacties doen wel iets met lasersdata. Hè. Ik denk dat er weinig online redacties zijn die daar niet meer mee werken. En dat kan ook bijna niet meer. Je wil gewoon weten hoe je verhalen doen. Hè? Welke verhalen worden nou goed gelezen of niet goed gelezen. En dan zie je nog wel verschil dat sommige redacties die gebruiken dat een beetje op de achtergrond. Hè? Die kijken zo. De redacteuren krijgen elke week of zo een mail van deze verhalen hebben het afgelopen week goed gedaan. Maar er zijn ook redacties. En binnen redacties ook weer redacteuren die gewoon eigenlijk de hele dag naar die data zitten te kijken. Hoe denk je dan dat, want Jesse noemt bijvoorbeeld, wat kan er met hem over de voordelen en nadelen van? Kijk, de voordelen zijn natuurlijk, je krijgt meer inzage, je weet hoe je artikelen doen. Maar nadelen bijvoorbeeld weer, je gaat je misschien helemaal blind staren hierop. Zie je dat ook zo? Dat er eigenlijk ook best wel flinke nadelen misschien zitten aan dat we te erg gefocust worden op de cijfertjes? Ja. Dat is wel wat je, hè, als je dat van een afstandje bekijkt, zou je dat wel verwachten. Of is dat in ieder geval wel een gevaar wat op de loer ligt. Maar als je dan spreekt met die redacties, dan hebben ze in ieder geval zelf het idee dat het allemaal wel meevalt. Hè, je hoort wel van redacties dat ze daar verschillend mee omgaan. Hè. Bijvoorbeeld de ene redactie die zit daar heel erg op. En daar worden redacteuren ook wel een beetje gestimuleerd om verhalen te maken die goed scoren. En goed scoren betekent dan niet alleen dat verhalen gewoon goed, veel geklikt worden, maar ook dat mensen lang in een verhaal blijven.
dat ze het helemaal uitlezen, dat ze na dat verhaal niet meteen wegklikken, maar ook naar een andere, binnen de website naar een ander verhaal gaan. Dus wat weten we al zoal over lezersdata? Nou, dat het een manier is om gegevens te verzamelen van gebruikers van nieuwsmediums op hun kanalen. Zoals een AD.nl, een Nu.nl, een NOS op YouTube of een Telegraaf.nl. Die willen hun lezers zo goed mogelijk voorzien van nieuws en gebruiken die informatie om hun diensten te verbeteren. Althans, dat is het idee. Je moet je ook voorstellen dat je niet op moet blindstaren als journalist als het aankomt op het gebruik van data. Stel jezelf de vraag, moet al het nieuws voortaan gebaseerd zijn op cijfers of niet? Dit was het voor deze aflevering. In de volgende gaan we verder over leesdata en hoe dat gebruikt wordt in het werkveld. En vond je deze aflevering dan leuk? Like ons dan even of abonneer jezelf op ons YouTube kanaal. Voor nu bedankt voor het kijken, tot de volgende!